Ik vind het best wel spannend dat ik gewoon nu ga reageren. 1, 2, 3. Weet je wat het is? Ik ben dus vanochtend getagd door Santana Filati. Mensen, ik heb de winnaar nu op mijn kast al staan. Ik wil het nog even niet laten zien. Ik wil eerst even wat zeggen. Ik wil dus heel de tijd de Cast of Fame doen. Of jullie even een reactie willen plaatsen hieronder. Degene die dus al geweest is, maar jij kan wel reageren, die heeft gewonnen. Wat ik eigenlijk allemaal moet doen in het verhaal. Misschien is dat wel leuk. En dus, we gaan nu kijken wie er heeft gewonnen. Het is super spannend. En iedereen wil het natuurlijk weten. En ik ga het nu duidelijk maken binnen 1, 2, 3. Ja hoor, weet je wie er gewonnen heeft? Colin is in MCNL. Nou, gefeliciteerd Colin, super cool. Jij staat op mijn Cast of Fame. En als iemand op mijn kast wil komen, nogmaals, even reageren en een like geven. En massaal abonneren. En ja, dan gaan we gewoon beginnen met de video. Wordt leuk jongens. Oké, pak de camera, pak de camera. Oké, mensen, jullie hebben massaal gereageerd op de Cast of Fame. Serieus, ik weet niet wat ik moet doen. Ik ben helemaal in de war en ik weet het even niet meer. En ja, weet je wat het is? Ik ben dus vanochtend getagd door Santana Filati en ze zei: reageer op me. XX. Arthur van Leeuwen, het is heel belangrijk. PS, je weet wel wie. Sorry. Santana Filati, weet ik veel wie je bent. Ik ken je niet. Het is gewoon de dag dat ik gewoon nu ga reageren op dat meisje. Ik weet niet wat ze wil. Ik vind het spannend. Ik vind het zelf, mijn hart klopt echt serieus, ik zweer je. Ik vind het best wel spannend dat ik gewoon nu ga reageren. Ik heb bedacht om dus niet zo echt helemaal als vrienden te reageren, wat ik dus bij jullie doe. Jullie zijn gewoon bazen. Ik zal altijd een goede vriend van jullie blijven. Echt waar. Maar bij Santana ga ik dat niet doen. Ik wil kijken wie het is en wat zou ik sturen jongens? Wat zou ik sturen naar haar? Ik zal even laten zien trouwens, als jullie het niet geloven, dat zij dat heeft geschreven. Nu ga ik op Facebook laten zien wat ze dus heeft gezegd. Kijk, hier staat: reageer op me. Ik zeg: Arthur, het is belangrijk. PS, je weet wel. Oké, dan gaan we nu naar dat... Even kijken waar dat is. Ik moet gaan reageren op dit. Op dit. Dus mensen, ik denk dat ik gewoon ga reageren op haar. En wat zou ik zeggen? Ze zei, gisteren zei ze: hey, ik ben Santana en ik wil je kanaal overnemen. En je bent lekker, je kijkers haat ik wel een beetje, maar jou vind ik wel aardig. Vraagteken. Ik weet alles van je. Dus beter ga je reageren. Zou ik vragen aan haar wat ze van me weet? Dat is een goede mensen. Ik ga vragen aan Santana Valita Tia Toe. Ik weet nog niet eens haar fucking naam. Het is zo'n moeilijke naam. Ik ga aan haar vragen wat ze allemaal van mij weet. Dat gaan we doen. Dit wordt echt gewoon eng. Want straks weet ze gewoon alles van mij. Hè? Ik zweer je. Oké. Hallo. Wat weet je van mij? Wat wil je bereiken? Ik ga naar Santana sturen. Hallo, wat weet je van mij en wat wil je bereiken? Gewoon straight to the point, bam. Dit wil ik weten en verder niks. Mensen, ik reageer nooit zo tegen iemand. Maar dit, ja, als je dit al gaat sturen, dan vraag je er wel een beetje om. Serieus. Dus ik ga gewoon het bericht sturen. Ik zal het even laten zien trouwens. Ik ga nu laten zien dat ik het bericht ga sturen. Ik ga straks op... Even kijken, op enter klikken. Oké, ik heb hier echt staan. Hallo, wat weet je van mij en wat wil je bereiken? 1, 2, 3. Oké, jongens. Hij is motherfucking gestuurd. Dus wel, ja, het voelt wel raar, zeg maar. Ik weet niet wat het is. Oké. Nu is de vraag wat ik dus dacht. En ik moet jullie weer om hulp vragen. Sorry daarvoor. Maar het moet gewoon. Jullie zijn gewoon echt een steun voor mij. Moet ik reageren op het berichtje waar zij mij in getagd heeft? Moet ik daarop reageren? En wat moet ik reageren? Schrijf dat in de reacties wat ik moet reageren. En of ik moet reageren, doe dan een duimpje omhoog.
en kijken wat ze zegt. Ik ben super benieuwd. Ik hoop dat jullie nogmaals meegaan met het avontuur. En volg haar gewoon, fuck it, volg haar gewoon. Ze is al een paar keer online geweest, geloof ik. Ik heb toch even stiekem zitten spieken. En ja, ze is een paar keer online geweest, heb ik gezien. En volg haar gewoon, Santana, Vilati. En vraag gewoon aan haar van, yo, waarom doe jij dit? Waarom? Want jullie kunnen me helpen, hè? Jullie kunnen me gewoon helpen. Kijken wat er gaat gebeuren. En ik zie jullie morgen bij de volgende video. We zien het wel, mensen. Leuk dat jullie hebben gekeken. Ik wil weten wie dit is, serieus. Echt jongens, ik weet dat jullie zelf achter jullie scherm denken van, ik wil het weten wie het is. Ik ben zelf ook zo. Ik wil ook weten wie het is. Dus we moeten gewoon, jullie moeten gewoon mij helpen. Ik help jullie. Of andersom, jullie helpen mij alleen. Maar jongens, ik hoop dat jullie mij willen helpen. En ik zie jullie weer later.